heb het idee dat ik deze vlog nog helemaal niet heb gestart. Sorry daarvoor. Ik ben dus net naar het museum geweest, het Broad Museum. Ik kwam daar aan met een Uber. Ik leek wel een soort van popster of zo. En ik stap uit en ik zie echt de meest intense lijn rij die ik ooit heb gezien. En misschien, ik zal zo meteen kijken of ik het nog een keer kan filmen. Het was echt bizar. Ik denk dat er 300 mensen stonden of zo. Maar ze deelden allemaal paraplu's uit dus omdat het zo warm is vandaag. En ze stonden allemaal in de zon. Dus ik dacht, als dat mijn rij wordt, dan ga ik het niet doen. Ik ga er niet in mijn eentje 3 uur lang staan. Echt niet. En toen dacht ik, maar ik heb al tickets. Dus ik ging gewoon kijken. Ik zeg, joh, ik heb tickets. Mag ik dan door? Ze zei, voor laat. Ik vraag voor 11 uur. En dat was toen. Het was 10 over 11 of zo. Dus nee, loop maar door. Dus toen mocht ik in één keer door. En de reden waarom ik dus naar dit Broad Museum ben gegaan, is omdat er een Infinity Room is. En daar mag ik dus zo meteen in. Daar heb ik me dus voor ingeschreven. Ik moet mijn mobiel in de gaten houden. Want ik krijg dus een sms'je wanneer ik naar binnen mag. En ik zit dus nu op een terrasje echt 2 minuten lopen er vandaan. En die Infinity Room, ja, die ga ik dus natuurlijk aan jullie laten zien. Maar dat is allemaal glas en fairy lights en spiegels. En het schijnt heel cool te zijn. Maar ik werd even niet lekker in het museum. Want het is nu 12 uur en ik heb nog niet gegeten. Dus ik heb nu een croissantje gehaald en ik heb wat water. Even in schaduw zitten en dan hoop ik dat ik even bij kom. Want ik moet gewoon meer ritme krijgen. Ik moet gewoon meteen ontbijten en dan, you know, do my thing. Maar goed, ik zit dus niet lekker downtown. En downtown is zo anders dan waar ik ben. Want waar ik ben is alleen maar plat en woestijn bijna, zeg maar. En hier is het echt alleen maar skyscrapers en hele moderne architectuur. En best wel tof. Dus dit is downtown en het gebouw waar ik nu eigenlijk loop, dit. Kijk hoe tof. Dit is dus de Walt Disney Music Center. Concert hall. Hier worden dus allemaal concerten gegeven. En dat toffe gebouw daar. Ik mag dus nu naar de Infinity Room. Ik heb een sms'je gekregen. Dat ik over 10 minuten erin mag. Dus dit is de Broad Museum. Heeft heel veel miljoenen gekost om dit te maken. Ik weet nou exact niet precies, maar hier kun je ook de rij zo meteen gaan zien. Hier is dus de ingang. En kijk even die rij. Die staat gewoon bijna een heel blok verder. Ga ik op dit leuke knopje klikken. Dit is de ingang van het museum. Hier ga je omhoog. En ik moet daarheen, want daar is het. Dit is het sms'je dat je krijgt. So let's go. Holy shit, dit is bizar, jongens. Als je ooit naar LA gaat, hou dan rekening mee dat alles hier duur is. Ik heb voor dit flesje water 4 euro afgerekend, jongens. 4 fucking euro. Maar goed, ik zit nu dus in downtown. In een soort van parkje. En hier omheen allemaal hoge gebouwen. Het zijn alleen maar banken eigenlijk. Dus iedereen die hier ook ziet, dus ook die man daar. Het zijn allemaal mensen die bij een bank werken. En iemand hier heeft hier, het lijkt op scots. Het is gewoon rijst. Bakje met rijst. Maar ik heb allemaal vogelvriendjes, want die vinden dat lekker. Dus ik zit hier gewoon even in het windje, want het is echt heel erg warm in de zon. Zeker hier, omdat het hier zo dicht gebouwd is, zeg maar, is hier niet zo heel veel wind. Ja, hier toevallig wel. Maar als je echt in de zon loopt, is echt niet te doen. Dus ik ga hier eventjes gewoon een watertje drinken, genieten van de stad. En dan zien we weer wat we gaan doen. Nou jongens, dan lopen we weer. Ik ben nog steeds in datzelfde parkje wat ik net benoemde. Waar ik zo mijn water van $4 had. Die Infinity Room die was zo, zo, zo tof. Het zag er echt heel erg cool uit. Helemaal niet claustrofobisch, zoals ik eigenlijk wel had verwacht. En nu, ik dacht, ja, wat ga ik nu echt nu doen? Hier in de buurt zit Olvera Street. LA is ongeveer 50% Hispanic. Wat betekent dat hier eigenlijk bijna meer Spaanse mensen wonen, of in ieder geval die Spaans spreken, meer dan Amerikanen. En Olvera Street, want LA was vroeger ook natuurlijk Spaans.
En Alvaro Street is nog een beetje in de oude stijl van, wat ik in ieder geval heb gelezen. En ik heb het in mijn lijstje staan, maar ik dacht gewoon van, nou, dat zie ik dan wel. Maar ik ben nu in downtown en ik wist niet dat het ook in downtown was. Kortom, ik ga nu eventjes naar Alvaro Street toe. Ben ik wel benieuwd, een beetje Mexicaanse invloeden. Misschien haakt het wel een tortilla. Despacito, I don't know what words, but I ate a burrito. Op naar Alvaro Street. Nou, loop ik dus gewoon downtown LA. Zie ik eerst dit. Ik weet niet of iemand dit... Auw, zo, de stering heet. Auw. Ik weet niet of iemand dit herkent. Dit is namelijk gewoon GTA. En toen keek ik achter me. En toen zag ik dat. En dat is de fucking Maze Bank. Maze Bank in LA. Hoe fucking ziek is dat? Dus ik ben gewoon eigenlijk een soort van real life GTA aan het spelen op dit moment. Bizar. Kijk hoe een leuk plekje dit is. Ik weet, dit is alleen maar bank hoor trouwens. Dus het is nou niet echt de meest gezellige plek. Maar het doet me ten eerste te denken aan New York. Which I love. En ik weet niet, wat een leuk vibe hangt hier. Kijk nou jongens. Oh, die rot op doet het niet. Fuck my life. Nou jongens, ik ben dus nu op Alvaro Street. Oh, ik zeg ook echt street op zijn Mexicaans. Street, 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 street. En ik zie nu al zulke leuke dingen. Het is zo cute. Ik zag wel heel veel daklozen. Dus ik hoop dat ik dit overleef. Niet dat dat een dakloos is, dat is een deur. Maar ik wilde gewoon laten zien hoe leuk het eruit zag. Het is echt super cute. Zo, ik ben bijna aangevlogen door een vogel. Hoe cute is dit, jongens? Allemaal kraampjes. Oh. La Luz de Dia. Dia is dag. Ik weet niet wat de rest is. Chicoagle, Sabor, Celinda en de Tas, als jullie dit weten. Wat betekent dit allemaal? Public restroom. Nou, die weet ik wel te vinden. Oh, misschien ga ik hier wel wat kopen. Dat vind ik echt wel heel leuk. Oh, helemaal leuk dit. Oh my god, een sombrero. En een ezel. Leuk. Oké, nou, dit is niet de beste look of hoek die ik ooit heb gefilmd, maar ik ben op dit moment in extreem veel pijn. Ik heb echt heel veel rugpijn. Ik ging het bed opmaken en toen schoot er volgens mij iets in en nu heb ik echt intense pijn. En ik weet niet zo goed wat ik moet doen, of ik juist moet stretchen of niet, maar het doet echt heel veel pijn. Dus nu lig ik hier eventjes voordat we Brad gaan ophalen op een vliegveld. Want die komt dus vandaag thuis, ik weet niet of ik het al heb gezegd, maar... Gaat niet zo lekker op het moment. We zijn Shirendal aan het kijken hoe die slak aan het eten is. Dit is zo niet Amerikaans. Yes! Oh my fuck. All of you who need escargot, you can fuck yourself. Fuck. It's yummy. No. That looked like greens. That was the grossest thing I've ever given my mouth. And it was like... Go. Oh! Whoa, what the-
This jewelry ain't no use when it's this dark. It's my favorite part. We see the spotlight on her face. Spotlight. Put the spotlight on her face. We gon' back up and turn up. We gon' light up and turn up. Mocht je je afvragen, wat, René, wat doe je weer op LOX? Je gaat toch nog helemaal niet naar huis? Nee, dat klopt, maar we gaan nu prep ophalen. En dat is heel erg leuk. En dat is de vriend waarbij ik verblijf. Maar hij was voor werk even in Londen. En nu komt hij terug. Maar dit is een vriend van mij die ik al 4 jaar lang ken. Maar ik heb hem dus nooit in het echt ontmoet. Dit wordt dus ook voor mij de eerste keer. En ik slaap dus gewoon in zijn huis. Eigenlijk best wel een bizar verhaal. Maar wel een heel leuk verhaal eigenlijk. En die ga ik dus nu eigenlijk zien. En die gaan we dus ophalen. What? I like just watching you because, I don't know, foreign languages are just so fun to me. Yeah, like, I love them. And, keep going. Yeah. I can't understand what you're saying anyway. Maar we hebben dus nu voor het eerst LA traffic echt meegemaakt. Althans, ik heb het voor het eerst echt meegemaakt. En het is echt bizar. Het staat gewoon stil en dan gaat het weer stil. Het is niet normaal. En ik ga dus Brad ophalen. En dat gaan jullie nu dus ook meteen zien. Skip is here! Hey, what's up? It's me, Bradley. I'm tired, jet lagged, and I wanted an out burger. Almost. Hungry. Here it is. How was McDonald's there? Hi, lieve mensen. Ik weet dat ik de vlog van gisteren weer niet heb afgesloten. Ik ben in slaap gevallen op de bank. Brad kwam thuis. En dat was heel leuk. Ik zag hem dus voor het eerst en het was wel heel gezellig. En toen hebben we In-N-Out gegeten en toen ben ik gewoon in slaap gevallen, want ik was gewoon heel moe. En vandaag is weer een nieuwe dag. In ieder geval wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Ik ga de nieuwe vlog weer starten en tot de volgende vlog. Want dit, auw, zo, dit is tering heet. Auw.